Welkom bij de online voorstelling van de educatieve bachelor kleuteronderwijs aan Hogeschool PXL in Hasselt. De opleiding kleuteronderwijs behoort tot PXL Education. Binnen PXL Education kan je leraar worden en kan je kiezen voor leraar kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs. Jullie krijgen nu de uitleg voor de opleiding kleuteronderwijs en dat betekent dat je later gaat lesgeven bij kinderen van 2,5 tot 6 jaar. In deze voorstelling neem ik jullie even mee door deze inhoudstafel. Ik geef jullie een idee van wie we zoeken, wat we te bieden hebben, wat je wordt als je je diploma educatieve bachelor in het kleuteronderwijs hebt, hoe we dat doen, hoe we onze opleiding aanpakken, hoeveel stages we inrichten en ook waarom je best kiest voor de opleiding kleuteronderwijs aan Hogeschool PXL. Wie zoeken we? We zoeken gemotiveerde en dynamische jongeren die kinderen verder willen brengen in hun ontwikkeling. Als je leerkracht kleuteronderwijs wordt, dan ga je werken met kinderen, maar ga je ook leerkracht worden. Dus we hebben leergierige jongeren nodig met een ruime basiskennis en een goede taalbeheersing. Creatieve jongeren met een grote dosis aan expressiviteit en originaliteit. Maar creativiteit moet je wel goed begrijpen. Creativiteit is meer dan artistieke creativiteit. Wij zoeken mensen die vooral goed probleemoplossend kunnen denken. Je probeert een aanpak in de kleuterklas. Als dat niet goed werkt voor de groep waar je voor staat, dan zoek je naar andere oplossingen. Dan weet je dat er alternatieven zijn. Dan probeer je een andere aanpak. En je raadpleegt hiervoor natuurlijk de bestaande bronnen. Je moet niet zelf het warme water uitvinden, maar je moet goed opzoeken wat je kan doen in bepaalde situaties. Met andere woorden, wij zoeken veelzijdige jongeren die van vele markten thuis zijn en die zin hebben om later iets bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Wat bieden wij? Wij bieden een 3-jarige praktijkgerichte opleiding. Met vooruitstrevend onderwijs, zeker in deze digitale tijden, in een studentvriendelijke sfeer en met veel stages. Het is een praktijkgerichte opleiding. Dat betekent dat je vanaf het eerste jaar van je opleiding ook voor de klas staat en in het werkveld komt. En uiteraard is het een opleiding met de X-factor van PXL. Wat word je als je leraar kleuteronderwijs wordt? Een kleuteronderwijzer is van vele markten thuis. Je moet dus veel verschillende rollen kunnen invullen. En op al die rollen bereiden we je voor in de opleiding. Dat betekent dat je begeleider zal worden van de leer- en ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen. Je zal een heel belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling, in een heel belangrijke fase van hun leven. Je bent ook opvoeder. Je gaat om met die kinderen, ze voelen zich goed bij jou, je creëert een band met hen. Je bent inhoudelijk expert. We zullen dadelijk even kijken welke leergebieden allemaal aan bod komen in het kleuteronderwijs. Je organiseert het lesgeven aan een hele grote groep van kleuters soms. Je bent vernieuwend, maar je bent ook partners van ouders, partners van externen, lid van een schoolteam. En al die rollen komen aan bod in de opleiding. Hoe organiseren we dit? Wij werken aan Hogeschool PXL met een semestersysteem. Dat betekent dat je telkens ongeveer 14 weken les hebt en dan een 3-tal weken examens. Tijdens die examenperiode komen de mondelinge schriftelijke examens, maar ook doorheen het jaar word je al permanent geëvalueerd. Dus opdrachten die je doet in functie van je stage of in functie van je vakken, die worden meegenomen in de evaluatie. Tijdens die lesweken ga je ook tussentijds op stage. In het eerste jaar zijn dat losse stagedagen en sta je op verschillende dagen in de kleuterklas. Dat kan eens een maandag zijn, een dinsdag, een donderdag, zodat je de verschillende aspecten van het kleuteronderwijs kan beleven. Dat leidt in het eerste jaar tot het einde van de week van het academiejaar een volledige weekstage. In het tweede jaar sta je 5 à 6-tal weken voor de klas. In het derde jaar ongeveer 50-50, minimum 10 tot 12 weken stage. Daarover straks meer. Eerst eventjes iets over het programma van de opleiding.
Het programma van de opleiding zie je hier in 3 verschillende pijlers. En dat zijn eigenlijk 3 verschillende soorten vakken. Je hebt een aantal vakken die zich richten op de ondersteunende vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je later in je praktijk nodig hebt, maar ook om je opleiding goed te kunnen doorlopen. Dat is bijvoorbeeld taalvaardigheid, computervaardigheden, onderzoeksvaardigheden worden daar aangezet. En dat bereid je dan voor op het schrijven van een bachelorproef in het 3e jaar. Daarnaast heb je het gele luik met de didactische en de pedagogische opleidingsonderdelen. Hier leer je hoe je gaat lesgeven aan kleuters. Het onderwijs in een kleuterklas is heel specifiek spelenderwijs leren. Je gaat dus door met de kinderen te spelen en heel wat bijbrengen in hun ontwikkeling. En hoe je dat doet, leer je in die didactische en pedagogische component. Je leert hier met de leerplannen werken, je leert wat ontwikkelingsdoelen zijn, je leert hoe je een activiteit opbouwt bij de kleuters, hoe je hoekenwerk organiseert en zo verder. En dan heb je het groene luik en dat zijn de vakdidactische en vakinhoudelijke vaardigheden. En dan komen we hier bij ons programma en dan zie je hier in deze kolom de inhoudelijke en vakdidactische opleidingsonderdelen staan. En dat komt overeen met de leergebieden van het kleuteronderwijs. Dat betekent dus dat je daar de verschillende vakken leert die je ook nodig hebt in de kleuterklas later. Zoals Nederlands bijvoorbeeld, waar je alles leert over het stimuleren van de taalontwikkeling bij kleuters. We hebben een module prentenboeken in beeld rond het voorlezen en vertellen van prentenboeken. En taal 1, waar je leert hoe je de taal bij kinderen kan stimuleren. Je hebt wiskunde, bijvoorbeeld ontluikende geletterdheid in het 1e jaar, ontluikende gecijfertijd. Je leert dus hoe je de wiskundige begrippen stimuleert bij de kleuters. Die wiskunde kan je niet vergelijken met de wiskunde die je zelf in het lager of het secundair onderwijs krijgt, maar het gaat om de wiskundige begrippen te stimuleren bij kleuters, bijvoorbeeld aanleren links-rechts, voor-achter, en je doet dat op een spelenderwijze manier. Bijvoorbeeld als je een huishoudelijke activiteit geeft en je gaat pannenkoeken bakken met de kleuters, zit daar heel veel wiskunde in. Jij moet je daar als leerkracht van bewust zijn. Dan heb je de wereldoriëntatie, wetenschappen en techniek en mens en maatschappij, waar je dus alles leert over tijd, ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de kalenders in de kleuterklas, de dagkalender, de weekkalender, de seizoenskalender. Bij wetenschappen en techniek zit onder andere natuur, planten en dieren in lente, zomer, winter en zo verder. Dan heb je nog het opleidingsonderdeel, het leergebied muzische vorming. Muzische vorming bestaat uit de domeinen beeld, muziek, beweging en dans, drama en media. Al die muzische gebieden komen aan bod in het kleuteronderwijs. Een volgend leergebied is het leergebied lichamelijke opvoeding. Je gaat ook de lesjes LO geven aan de kleuters. En dan heb je tenslotte nog de levensbeschouwelijke vakken. Over de levensbeschouwelijke vakken kan je hier meer lezen. Je kiest vanaf jaar 1 of je kiest voor katholieke godsdienst, niet-confessionele zedeleer of cultuurbeschouwing. Katholieke godsdienst heb je nodig als je wil lesgeven in het katholiek onderwijs. Niet-confessionele zedeleer doe je vanuit de overtuiging vanuit die NCZ. En cultuurbeschouwing is een levensbeschouwelijk neutrale module waar je leert over verschillende godsdiensten en over verschillende levensbeschouwingen. De keuze bepaalt dus voor een stukje, wordt voor een stukje bepaald door je eigen levensbeschouwelijke opvatting. Dan ga ik je nog wat meer vertellen over de stages. Ik heb net al gezegd, jullie lopen stage vanaf jaar 1. Dat betekent dat je in het 1e jaar een heel jaar door in eenzelfde kleuterklasje staat. Zodat je die kleuters goed kan leren kennen en dat je langzaam kan ingroeien met de nodige begeleiding. We kiezen in het 1e jaar ook voor duo-stages. Dat betekent dat je met 2 in de klas staat. Je gaat dus in het begin van het jaar een aantal losse dagen invullen. Telkens eerst 1 activiteit, dan meerdere activiteiten, dan een volledige dag die je invult 2 dagen na elkaar. En dat leidt dan op het einde van het academiejaar in mei tot een volledige week stage. In diezelfde kleuterklas. Meestal sta je in het 1e jaar nog niet bij peuters.
Je krijgt in de eerste periode een begeleidingsbezoek zonder evaluatie en wordt pas in je weekstage geëvalueerd. Stages in alle onderwijsnetten zijn mogelijk. We komen dus zowel in het katholieke net, in het gemeenschapsonderwijs als in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. In het tweede jaar ga je dan minstens 5 weken stage lopen en dan doe je een verplichte stage in de peuterklas en een verplichte stage bij de oudste kleuters. Zodat je ook op het einde van je opleiding in de verschillende kleuterklassen geweest bent en je dus ook op alle leeftijden voorbereid bent. In het tweede jaar gaan we ook op internationale snuffelstage. Dat betekent dat we in groep een drietal dagen naar het buitenland gaan om daar een internationaal onderwijssysteem te verkennen. Dat kan Nederlands zijn, dat kan ook Spanje zijn. We werken volgens de principes van themaplanning. Je werkt dus een thema uit voor de kleuters, maar je leert ook werken zonder thema. En je leert in het tweede jaar hoe je een klas organiseert en hoe je dat klasmanagement onder de knie krijgt. In het derde opleidingsjaar ga je dan weer veel meer verbreden en verdiepen, afhankelijk van je eigen noden en wensen. Je kan heel veel keuzes maken, zowel op het vlak van opleidingsonderdelen en een keuzepakket kiezen waarin je jezelf wil verdiepen, zoals bijvoorbeeld kinderen met specifieke leerbehoeften, of je kiest voor methodeonderwijs, of je wil je specialiseren als muzische coach. Dat is allemaal mogelijk. Maar ook in je stages heb je veel mogelijkheden. We hebben sowieso een uitgroeistage van 7 weken in eenzelfde school en eenzelfde klas, zodat je ook al die schoolbrede taken kan ervaren en kan opnemen. Je kan kiezen voor een stage in het buitenland. Je kan kiezen voor werkplek leren. Dat betekent dat je van dag 1 aan een school gekoppeld wordt en dat je vanaf 1 september meedraait in dat leerkrachtenteam. Er zijn dus heel wat mogelijkheden in dat derde jaar. We kiezen ervoor om toch nog intensief te begeleiden en op bezoek te komen tijdens de stages. En zoals ik net al zei, is er een uitgebreide keuze aan invullingen mogelijk. Om aan de opleiding kleuteronderwijs te stappen, doe je de instaptoets Nederlands en de leermotivatietest LEMO. Dat zijn de 2 instaptoetsen die je nodig hebt om aan de opleiding kleuteronderwijs te beginnen. Dit zijn niet bindende toetsen. Dat betekent dat je moet deelnemen aan de toetsen en dat je dus bij inschrijving je bewijs van inschrijving moet voorleggen. Maar als je niet geslaagd bent, dan voorzien wij een pakket aan de remediering en dan kan je dus bijgestuurd worden om je voor te bereiden op bijvoorbeeld het taalexamen van het eerste semester. Meer informatie over hoe je die testen kan afleggen vind je op onderwijskiezer.be. Als je dan bij ons afstudeert, heb je nog allerlei mogelijkheden om verder te studeren. En uiteraard leiden we je op om te werken in het kleuteronderwijs. Maar ook daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden om bijvoorbeeld te werken in de cultuur-educatieve sector. Leerkrachten kleuteronderwijs zijn bijvoorbeeld ook gegeerd op stadsdiensten om bijvoorbeeld pakketten, activiteiten en zo verder voor jonge kinderen te ontwikkelen. Of bijvoorbeeld in een museum om rondleidingen voor kleuters te voorzien. Aan het begin van mijn presentatie zei ik dat ik zou eindigen met waarom zou je nu kiezen voor de opleiding kleuteronderwijs in PXL Education? Wel, we hebben wel enkele troeven. We hebben bijvoorbeeld een leerlijn onderzoekend handelen die ervoor zorgen dat je steeds jezelf leert vernieuwen, je eigen handelen leert bijsturen, dat je dus zelf kritisch en reflectief ten opzichte van je eigen onderwijs staat. We hebben ook sinds dit academiejaar een eigen kleuterklas op onze campus. Daarvan toon ik jullie dadelijk een paar extra beelden, wat de mogelijkheid biedt om kleuters uit te nodigen bij ons op de campus, zodat je daar in alle rust kan oefenen in een authentieke leersituatie. Voor muziek gebruiken we de ukulele als instrument. Dat betekent dat je leert eenvoudige kleuterliedjes te begeleiden op het instrument ukulele. En aan het einde van je derde jaar kan je dat dus vlotjes toepassen in de kleuterklas. We zetten in op een intensieve stagebegeleiding. Als we bevragingen doen bij onze studenten of bij onze oud-studenten, komt dat er altijd als zeer sterke plus naar boven. We leren je rekening houden met kansarmoede en diversiteit en daarmee om te gaan in de kleuterklas.
En we zetten ook sterk in op het leren van en met elkaar. Ik zei net al dat je in het eerste jaar in duo in de kleuterklas staat. Vanaf het tweede jaar sta je alleen voor de klas. Maar leren je wel vormen van co-teaching, waardoor je ook een sterk lid wordt van het schoolteam. En leert dat je samen met een schoolteam instaat voor de ontwikkeling van je kleuters. Je kan terecht in alle netten, zowel het katholiek onderwijs, het gemeentelijk-stedelijk onderwijs als het gemeenschapsonderwijs. En we hebben ook een eigen logopediste in de opleiding die jullie ondersteunt en die zelf ook lesgeeft in de opleiding. Ik had beloofd nog even wat beelden te laten zien van ons authentieke lokaal. We hebben dus een kleuterklas op de campus waar we kleutertjes uitnodigen tijdens de lessen en waar je dus in een oefensituatie kan experimenteren en ontdekken en waar je alle kansen krijgt om te groeien. We kiezen voor authentiek onderwijs, we bieden je ruimte om te experimenteren en te leren van elkaar en we staan voor innoverend leren. Als jullie meer willen weten, dan kunnen jullie bij mij als opleidingshoofd terecht. Ik ben Alida Pieraerts en jullie vinden mijn mailadres hier, alida.pieraerts@pxl.be. En studenten die hun traject willen bespreken, kunnen contact opnemen met onze trajectbegeleider. Ik hoop je hiermee de nodige informatie bezorgd te hebben. Ik wens jullie heel veel succes met de studiekeuze en hopelijk kunnen we elkaar ontmoeten in september.